S-klasse is altijd de belangrijkste wagen geweest voor Mercedes, de vaandeldrager van het hele personenwagengamma. Nu is er ook een EQS, zeg maar een elektrische S-klasse. Is die even baanbrekend voor het elektrische segment, dus voor de elektrische Mercedes-modellen? De uitgebreide test van de Mercedes EQS kan je natuurlijk op nalezen in Autohits en op de site autohits.be, waar je ook het laatste nieuws vindt. Het is een grote auto, dus zeker formaat S-klasse, maar het design is wel helemaal anders van de EQS. Ja, dus om twee redenen. Eerst en vooral, hij staat op een totaal ander onderstel. De EQS staat op het EVA2-platform, dus een volledig naar elektrische aandrijving gemodelleerd chassis. Specifiek voor elektrische aandrijving, dat is al het eerste verschil. En het tweede verschil is dat Mercedes voor de EQS, voor het design ervan, vertrokken is van de aerodynamische capaciteiten. Dus ze hebben hem eigenlijk ontworpen in de windtunnel. En dat zie je ook aan zijn vorm, het is echt heel aerodynamisch. En dat heeft eigenlijk wel tot een record geleid. De CX van de EQS is 0,20 en dat is de laagste van om het even welke productiewagen die op dit moment rondrijdt. Nee. Nu hoort daar wel een kleine kanttekening bij. Dat is met de 450 Plus op 19 duims velgen in een AMG-line. En ik laat u drie keer raden wat je niet kan krijgen in België. Die velgen. Dat is een 450 Plus met AMG-line met die 19 duims. Dat gaat niet. Dus vandaar... 0,21 pakt. Ja, zoiets. Dus het is sowieso nog altijd zeer aerodynamisch en zeer efficiënt. Dus, ja, over de aerodynamica gesproken. Ik zie geen camera-spiegel. Zou dat ook nog niet helpen? Nee, die zouden helpen, maar Mercedes heeft daar niet voor geopteerd. En dat ook voor twee redenen. Ten eerste, wat je wint aan aerodynamica met camera's, verlies je ten dele, dus niet volledig, maar ten dele, door het meerverbruik aan elektriciteit. En een tweede reden is dat als je in een spiegel kijkt, dan doe je dat met een soort van dieptezicht. En als je dat met een camera doet, is dat niet meer het geval, waardoor dat vooral op langere trajecten dat vermoeiender wordt. En vermoeiender betekent minder comfortabel. En minder veilig. Ja, en dit is een S-klasse. Comfort boven alles. Dus dat is de reden waarom dat Mercedes toch vasthouden heeft aan zijn gewone spiegels. Dus. En van die mooi uitklappende deurhendels? Ja, ook omwille van aerodynamica. Niet alleen trouwens voor de luchtweerstand, ja, de deurgrepen wel uiteraard, maar er zijn heel veel zaken die toegevoegd zijn ook voor de geluidsisolatie of de geluidskwaliteit te verbeteren. En er zijn speciale windgeleiders aan de ramen. De ramen zijn sowieso dubbellager. In bepaalde profielen van het koetswerk zijn opgevuld met akoestisch schuim. Dat is net hetzelfde voor de banden, er zit ook akoestisch schuim in. Echt om ervoor te zorgen dat je met een rijdend stiltegebied onderweg bent. En dat zullen we straks zien, maar ik kan u nu al zeggen... Dat klopt effectief. Wel opmerkelijk. Frameloze. Ja, dat is die coupé-stijl. Ja. Die dat een beetje vereist. En dat is eigenlijk nog het meest opmerkelijke eraan. Want ja, we weten alle twee van frameloze ruiten. Die krijg je nooit zo goed geluidsdicht als wanneer je wel een frame hebt. Maar hier bij de EQS merk je dat absoluut niet. Dus dat is echt, echt heel knap gedaan. Ja, maar ik keek ook naar de lichten vooraan. Matrixlichten standaard? Ja, digital light heet dat bij Mercedes. Dus zijn ledlichten uiteraard adaptief, grootlicht, alles wat je wilt. Dat is inderdaad standaard signatuur. Zoals je misschien kan zien, heb zo heel veel van die hele kleine sterretjes. Dat is een verwijzing naar het allereerste Mercedes-logo van destijds. En daar kan je eigenlijk ook geprojecteerd krijgen als je wil, optioneel op je... Ik wil zeggen grill, maar het is geen grill, het is gewoon een plastic plaat. Het is een elektrische wagen, dus die heeft geen koeling nodig. Dus die kan je dan hier ook op krijgen. En typisch voor elke EQ, dat is die doorlopende strip vooraan en achteraan, die je dan ook krijgt. En de rechtopstaande ster, dat is voltooid verleden tijd veronderstel ik. En China. Ik me de hele tijd afvraag, Steven, wat is dit hier? Je mag hier eens op duwen en openen, dan zal je het zelf zien. Ah, een assenbak. Ja, want binnenroken, dat mag niet meer, dus vandaar assenbak aan de buitenkant. Nee, dit is het ruitenwisservloeistof, of de toegang tot het ruitenwisservloeistofreservoir. En waarom hangt die hier? Dat is een heel goede vraag. Dat is omdat de motorkap niet open kan. Ah, oké. De motorkap kan enkel geopend worden in de werkplaats. Wat betekent dat als je zelf je ruitenwisservloeistof wil bijvullen, dat dat dus langs daar moet doen. Dus geen frunk dan? Geen frunk, nee. En dat betekent dus ook dat ik al uw vragen over de motoren...
van hier zal moeten beantwoorden, want ja, ik kan ze niet tonen, kan ze niet fysiek tonen, de motoren. Dus ik moet wel zeggen, het is enkel bij de 580 dat ik het u zou kunnen tonen. Want die heeft twee motoren. Ja. Die heeft er één achteraan en vooraan, vandaar Formatic. Achteraan is die 347 pk sterk, vooraan 184, samen 523 pk. Dat is meer dan genoeg. Je hebt ook nog een 450 Plus, die daaronder staat. Die heeft enkel achterwielaandrijving. Ja. Dat is plus minus dezelfde motor als hier, maar 334 pk sterk. En er, ondertussen is dat voorgesteld en dat komt binnenkort. Dat is de AMG, ja. 53, en die is 761 pk sterk en vooral 1020 Nm. Waarom dat je die nog zou nemen? De 580, 0 naar 100, 5,3 seconden, denk ik. Dus veel sneller hoeft dat voor mij persoonlijk niet. Dus, maar goed, ja, kijk, we zullen er altijd wel zijn. Voor wie het niet snel genoeg is. En de batterij? De batterij, ongeacht de versie die je neemt, hebben allemaal de grootste of de enige batterij die er is, zijn de 111,7 kWh. Wat vandaag een record is. Ja. Tot als de Lucid Air effectief hier bij ons arriveert, is de EQS de productieauto met de grootste batterijcapaciteit. Daar is wel maar 107,8 kilowatt dat je effectief gebruikt voor je aandrijving. Maar goed, dat is meer dan genoeg voor een echt deftig rijbereik. En het laden, 800 volt? Nee, Mercedes heeft geen 800 volt voorzien. Wat betekent dat je, zeker als je op gelijkstroom laat, iets beperkter bent dan bijvoorbeeld bij Porsche en Audi. Maar goed, het is nog altijd 200 kilowatt. Wat betekent dat 80% van je batterij vullen van 10 naar 80% is een half uur. Dat is echt meer dan snel genoeg. Op wisselstroom laden, sorry, dat is interne laden standaard 11 kilowatt, dan duurt 12 uur over, volledig leeg tot volledig vol. En je kan optioneel ook gaan voor een 22 kilowatt laden. Dus ja, het is eigenlijk zoals het hoort bij de standing van een EQS. Niet meer, niet minder. Amai. Hyperscreen is de naam, denk ik. Ja. Dat is enorm, hè? Het heeft zijn naam al sinds niet gestolen. Ja, het is letterlijk en figuurlijk het spektakelstuk van een EQS van binnen. Wat is het eigenlijk? Het is een verzameling van drie aparte schermen. Een tellerpartij 12,3 duim, een passagiersscherm 12,3 duim en dan 17,7 duim voor het centrale infotainment systeem. De meerwaarde ervan eigenlijk is beperkt. Ten opzichte van een S-klasse, wilt je zeggen? Ten opzichte van een S-klasse, omdat eigenlijk de enige wat je extra krijgt, is het scherm is wat groter, wat maakt dat de knoppen die je moet bedienen ook iets groter zijn, waardoor het iets makkelijker is om overal door te navigeren. Toegegeven. Maar de echte meerwaarde zou hem zo gezegd moeten zitten in het passagiersscherm. Maar zoals je kan zien, eigenlijk krijg je gewoon een kopie van het centrale scherm, mm-hmm. waar jij dan als passagier heel weinig extra mee kan. Je kan bijvoorbeeld wel naar een film kijken of dergelijke meer op je scherm. Maar de wetgeving verbiedt bij ons alleszins dat ook al rijdend kan. Dus van zodra ik begin te rijden, valt daar het scherm ook uit. Dat is een miste kans. Ja, het kan, technisch. Want er zit zelfs een functionaliteit in dat als ik te veel naar jouw scherm zou meekijken, dat jouw scherm verduistert zodat ik het niet meer kan zien. Dus Mercedes heeft daar wel degelijk rekening mee gehouden. En het kan technisch gezien, maar het mag niet van onze wetgeving. Dus dan zit je daar eigenlijk met een scherm. Dat vooral dient tijdens het opladen. Bijvoorbeeld. Maar ja, dan kan je even goed op het grotere scherm kijken. Dus de meerwaarde van het passagiersscherm is zeer beperkt. Dus wat maakt dat eigenlijk de meerwaarde van het hyperscreen aan zich vrij beperkt is? Buiten dan het grotere infotainment systeem. Het is wel een technisch hoogstandje. Het is een technisch hoogstandje, maar dan eigenlijk vooral door de glasplaat die erover ligt. Omdat Mercedes erin geslaagd is van die glasplaat van links naar rechts, dus de beginnen van beide navigatiemonden, van dat in één stuk uit te voeren. Dat is een technologie die ze hebben overgenomen, of die ze zijn gaan zoeken bij de camera-lensindustrie. En dat is echt een technisch hoogstandje, omdat er zit een curvatuur in dat scherm, die ze er ook hebben in de glasplaat hebben moeten steken. En de hoofdreden waarom ze dat hebben gedaan, is omdat je geen vervorming zou hebben. Dus of dat je nu de iconen van daar van links naar rechts bekijkt, of van omgekeerd, die blijven houden altijd dezelfde grootte. En dat op zich is bijzonder knap gedaan. Dus ja. En qua functies, dus de M-Bux is dezelfde basis. Ja. De comfortfuncties zijn allemaal hetzelfde. Rijfunctionaliteit, semi-autonoom rijden en dergelijke. Ja, dus hij heeft
De EQS komt wel met een aantal dingen die de S-klasse niet heeft, of nog niet heeft. Maar dat zijn eigenlijk accenten. Bijvoorbeeld, een van de dingen die nieuw zijn hier, is een vergevorderde parkeerassistent, waar je dan bepaalde manoeuvres kan in opslaan, zodat hij ze automatisch zelf kan uitvoeren. Ook als je ernaast staat? Dat zou in theorie kunnen, maar alweer, dat laat de wetgeving niet toe. Dus moet je wel in de auto zitten. Maar hij zou dat in principe kunnen. Maar dat zijn dingen, ja, dat zijn niet meer dan software dingen, extra programmering die ze toegevoegd hebben, die ze perfect ook aan de S-klasse kunnen toevoegen. Ja. Dus eigenlijk kan je wel stellen dat de EQS door de band genomen dezelfde functionaliteiten heeft als de S-klasse en dat Mercedes allicht een aantal dingen gewoon expres op het schap heeft laten liggen om ook met deze EQS iets te kunnen meegeven en te kunnen zeggen van kijk eens, dat is nu helemaal nieuw. Maar, en de hybride is standaard op de EQS? Bij de 580 wel. De 450 heeft het niet. En ja, anno 2021 zitten we altijd met het chipprobleem. Dus in principe was het de bedoeling om dat aan te bieden als een optie op die 450 plus. Maar omdat ze momenteel met een chiptekort zitten, is dat er voorlopig niet. En zeer interessant, de eerste cijfers bij Mercedes België dan, laten uitschijnen dat dus een derde van de mensen die de EQS bestellen als 580. En de hoofdreden, vermoeden ze bij Mercedes, is dus omwille van de hyperscreen. Omdat mensen dit absoluut wel willen. Ja, goed gezien. Ja. Ja. Het andere scherm dat je dan krijgt in de 450 is eigenlijk dat van de S-klasse. Het lange verticale. Wat dus, à la limiet, exact hetzelfde doet als dit. Maar je hebt gewoon dat passagiersscherm niet. Het is een hebbeding natuurlijk. Het is een hebbeding, ja. Ja, en voor de rest natuurlijk, dat is natuurlijk wel een groot verschil. Dat is de ruimte. Dus het feit dat je met dat andere platform zit, die grotere wielbasis. Dus wat is dat dan? Hij is van formaat, zit hem tussen een gewone S en de verlengde S? Ja, de lengte. Wat zegt dat dan qua de wielbasis is als de lange S-klasse. Dus je zit achterin zevenruimte, maar dat zullen we straks ontdekken. Maar door het feit dat je met een vlakke vloerplaat zit, waar de batterijen in zitten, krijg je ook veel meer bergruimte en veel meer dat ruimtegevoel. Bijvoorbeeld hieronder zit je met een heel groot vak. Dat je dus niet hebt in de S-klasse. En dat komt dus zuiver en alleen, omdat je met een volledig vlakke vloer kan werken. Ja, en ook geen transmissietunnel. En ook geen transmissietunnel. Dus ook een bruikbare derde plek achterin. Maar zoals al gezegd, dat zullen we nu even gaan bekijken. Alright. Je hebt gelijk. Heel ruim van binnen. Nog ruimer dan S-klasse. Al de benen, enorm. Ja, dat is wat je krijgt in een S-klasse lang dan. Hè. Dus beenruimte, geen probleem. Het enige wat je wel hebt natuurlijk, door die coupé-lijn. Ja, het is nipt. Het is nipt, hè. Zeker met dat dak. Ja, dus... Ja, we zijn nu alle twee ongeveer 1,80 meter, dus iedereen groter dan ons heeft wel een probleem. Al valt daar uiteraard ook een mouw aan te passen. Je kan een pakket kopen dat de achterzetels ook verstelbaar zijn elektrisch, dan kan je wat onderuit zakken. Maar ja, zoals je hebt het net al gehad, die vlakke vloer, dus in principe is de middelste plek ook bruikbaar. Het enige minpuntje, tussen haakjes, is dat je hier wel meer ziet, zo, en die harde plastics en zo, dat er hier en daar ook wel op de kleintjes moeten gelet worden. En dat heb je trouwens van voor ook, dat er zo hier en daar wat materialen tussen zitten, of wat dingen dat je zegt van, toch een EQS of S-klasse wat onwaardig. Ja. En de koffer, hetzelfde als S-klasse? Nee. Een vijfde deur, dus... Sowieso is de ruimte praktischer en hij is ook groter. Je hebt hier 610 liter in de EQS, wat toch wel aanzienlijk meer is dan bij de S. We hebben dat net al gezegd vooraan, er zit geen frunk, omdat de motorkap niet open kan. Maar Mercedes heeft daar wel heeft er een alternatief voorzien. Onder de koffervloer heb je plek voor je kabels. Ja, netjes. Minder netjes? Ja, wel. Ik ging het net zeggen, ook daar, als je de S-klasse hebt, dan heb je een heel mooi afgewerkte tonneau, uiteraard. Het is een sedan. En hier krijg je dan zo het oogt wat goedkoop. Ik vermoed, het zal wel degelijk zijn, maar het oogt toch wel goedkoop op een auto van dit budget. Het had misschien wel wat beter gekund. Maar goed, kijk, je krijgt heel veel praktische ruimte en dat is ook, toch ook wel iets waard. Hè. Dus S-klasse EQS, een ander platform. Maar dezelfde filosofie zit er ook in comfort. Ja, ja, het is vergelijkbaar. Dat komt eigenlijk omdat de ophanging, dus de multilink van voor, multilink van achter, is qua structuur vergelijkbaar met die van de S-klasse. Uiteraard iets strakker uitgevoerd of iets straffer gedempt, omdat de EQS wel met extra gewicht komt. En dat laat zich ook voelen, maar enkel op heel korte oneffenheden. Want voor de rest zit ook met luchtvering, zit met variabele demping.
Dus als je echt gewoon rijdt op een gewone baan, is het echt inwisselbaar EQS S-klasse qua rijcomfort. Het enige wat minder comfortabel is, is het remmen. Het rempedaal van de EQS, die eerste slag die hij over moet, ja, om te regenereren, is dat eigenlijk. Ja, dat is alsof je niet aan het remmen bent. Dus je moet eigenlijk iets harder duwen vooraleer de EQS effectief aan het remmen gaat. En dat zorgt ervoor dat je, ja, één, toch wel wat vertrouwen mist soms. En zeker en vooral, helemaal in het begin, omdat je denkt van, oei, ik rem niet, dat je iets te hard gaat duwen en dan nogal vrij brusk en dus oncomfortabel stopt. Dus dat is wel een dingetje. Nu, dat valt eigenlijk op te lossen door de regeneratie, de motorrem. Die kan je, zoals bij elke EQ van Mercedes, aanpassen via de pedals achter het stuur. Ga je naar de zwaarste stand, dat is de D-min, dan heb je eigenlijk een one-pedal drive en dan hoef je gewoon maar, dan ga je gewoon van van de gaspedaal of van de potentiometer in dit geval. En dan stopt hij op een natuurlijkere manier. Ja, zeg en maar. Een comfortabele. En een comfortabelere manier. Dus. Over comfort gesproken, zijn jullie in Brusseland rondrijdt, is hier druk, is hier nauw. Hoe geraakt je zo'n grote auto door het verkeer gemurkt? De standaard heeft hij vierwielsturing, de EQS. Ah, standaard, ja. Ja, dat is 4,5 graad, maar, en dat vind ik persoonlijk een klein beetje boerenbedrog, je kan dat laten, of je kan die uitslag laten stijgen naar 10 graden. Mm-hmm. En dat is een zuivere softwarematige aanpassing die je ook nadien nog bij aan kan schaffen door gewoon hier op het infotainment systeem te activeren. Te downloaden. Eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk een optie van 1000 euro die je achteraf kan bijbestellen, gewoon puur softwarematig. Wat betekent dat het hardwarematig eigenlijk altijd standaard voorzien is. Het is wel, ondanks dus het boerenbedrog, iets dat ik echt zou aanraden, omdat ja, het is een hele lange auto. Zoals al gezegd, het is de S lang qua omvang plusminus, of toch qua wielbasis. Maar als je met die uitslag, die wieluitslag van 10 graden werkt, dan heeft hij een draaicirkel die korter is dan die van een A-klasse. Ja. Dus dan ben je in een stad ja, heer en meester eigenlijk. Dus, ja, zeker korte overgang van voor ja, ook. Ja. Ja, dus dan is het echt een plezier. Dan merk je eigenlijk niet dat je met zo'n omvang op baan bent eigenlijk. Ja, over onderweg gesproken, heel belangrijk bij een elektrische auto, het verbruik. Want het is groot, zwaar. Ja, en daar hangt sowieso een verbruikskaartje aan. Nu, ik had een gemiddeld verbruik van 24 kWh. En dat is eigenlijk positief. Ik ga uitleggen waarom. Mercedes zelf zegt dat deze wagen met deze velgen in principe 19 en een beetje zou moeten verbruiken. Dus naakjes. Maar ja, dat is utopisch. Dat is het WLTP-cijfer. Dat is beduidend minder dan de 24 die ik verbruikt heb. Maar in die 24 kWh zaten onze snelheidsmetingen. Dus ja, dat is plankgas tot 210 km per uur, wat hij dus kan. Daar zaten ook heel veel lange trajecten tussen. Ik heb mij ook af en toe wel eens laten verleiden tot een stoplichtspurtje, want ja, hè, je zit met 523 pk. Dus al bij al vind ik dat eigenlijk een heel mooi cijfer. En dat is eigenlijk het meest positieve aan het hele verhaal. De EQS verbruikt minder als hij op de snelweg rijdt. Dus je voelt, of hij zakt dan 20 mm. Dus hij gaat iets lager bij het asfalt liggen. En dat laat zich echt voelen in zijn verbruik. Je ziet echt het verbruik zakken naarmate dat je op de snelweg rijdt. Dus wat maakt dat eigenlijk de ideale lange afstandsrijd, of auto is? Over lange afstand gesproken, het rijbereik. Ja, dus je moet rekenen, Mercedes communiceert 676 kilometer. Ja. Maar dat is dan met de kleinste velgen, kleinste motor. Ga je naar de 580, dan is dat al iets van een 500, 580 dacht ik, als ik me niet vergis. En ik heb er 450, 460 kilometer, zou ik gedaan kunnen hebben met met die 24 kilowattuur gemiddeld. Ja. Nu, laten we zeggen dat je een iets voorzichtiger rijder bent dan ik, dan is 500 kilometer echt wel haalbaar, makkelijk. Dus in alle comfort, dus zonder dat je iets moet opgeven, want ja, er staat wel een eco-stand op en zo, maar sorry, je koopt geen EQS om dan op te geven aan comfort. Dus gewoon gereden met alle comfortopties aan, is 500 kilometer echt haalbaar en dat maakt dat de EQS echt, dus, qua bruikbaarheid, top is. Hè. Ja, dus echt een elektrische S-klasse. Ja. Echt een elektrische S-klasse, ja. Steven. Wat kost dat feestje nu eigenlijk?
Afhankelijk waar je woont, een schone kamer tot een klein huis. Wat je ja, niet anders dan we verwacht hadden. Hè. De 450 begint 118.000 euro ongeveer. De 580 dat is er al 155.000. En dan heb je twee keer Luxury Line. Je kan ook maar twee lijnen kiezen momenteel, Luxury Line of AMG Line. Dat zijn nu vergelijkt met een S-klasse. Wel, de 450, die basisversie, is ongeveer dezelfde prijs als een S450. Lang, dus de lange versie. Oh ja. Dan zitten die quasi gelijk, dus dat is eigenlijk goed. Ga je de 580 vergelijken met dan de S-klasse 580, dan zit er toch wel een aanzienlijk verschil op. Dan zitten we van 140 naar 155.000 euro prijsverschil, alweer. S-lang versus dan de EQS. Maar ja, zou kunnen we zeggen dat je min of meer in dezelfde prijsklasse zit. Ook omdat Mercedes zijn EQS vrij goed aangekleed meegeeft. Burmester Sound System bijvoorbeeld, de 580, is standaard. Panoramisch dak is dat ook. Dat digital light, er zijn heel veel dingen die er standaard op zitten. Ze hebben het ook vrij makkelijk gemaakt naar optiepolitiek toe. Met ook daar een kleine kanttekening. Te weten dat je kan uiteraard opties kiezen, maar die hangen vaak samen met een uitrustingslijn. En dan heb ik het niet over die AMG en Luxury Line. Nee, Mercedes heeft dan nog, eens dat je die keuze hebt gemaakt tussen Luxury en AMG, laten ze je nou de keuze tussen Advanced Plus, Premium en Premium Plus. En afhankelijk van die uitrustingslijn kan je aparte opties nog gaan bijkopen. Het probleem is dat die uitrustingslijnen aan zich ook een aantal duizend euro's vergen. Dus dat gaat de prijs. Waardoor je heel snel omhoog gaat. Dus het model dat je hier ziet, waar we vandaag de test over gedaan hebben, kost 170.000 euro. Dus zoals al gezegd, afhankelijk waar je woont, een kleine kamer, dan wel een klein huis. Dus ja. Dus Steve, de EQS, is dat nu een soort elektrische versie van de S-klasse? Of is dat meer, is een soort super EV van het nieuwe autowereldje van elektrische auto's? Ik had graag gezegd twee, maar het is het eerste. Hij is veel meer S-klasse, elektrische versie van de S-klasse, dan dat hij echt nieuwe bakens zou uitzetten in zijn elektrisch segment. Pas op, hij doet het wel op een aantal vlakken. Hij heeft drie records, beste CX, grootste batterijcapaciteit en het grootste scherm. Maar aan zich zijn dat geen grote revoluties. Laat staan dat dat revoluties zouden zijn binnen het elektrisch segment. Nu ja, anderzijds, zo slecht is het nog niet om dan versleten te worden als de elektrische versie van de beste auto ter wereld. Bedankt voor het kijken. Steven, bedankt voor de deskundige uitleg. En vergeet niet, meer tests zoals die van de Mercedes EQS vind je op ons YouTube-kanaal. Graag tot de volgende.